Realityster Maria Taylor heeft opnieuw te maken gehad met een schokkende inbraakpoging in haar huis, terwijl zij genoot van een welverdiende vakantie. Het is niet de eerste keer dat dit haar overkomt, aangezien de afgelopen 5 jaar bij al haar 3 woningen pogingen tot inbraak hebben plaatsgevonden. De bekende influencer vertelde op Instagram over de recente gebeurtenis en hoe het voor haar een bijna normaal patroon is geworden, waar ze helaas aan gewend is geraakt. Ondanks dat Maria alle mogelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen om haar huis te beveiligen, lijken inbrekers toch steeds inventiever te worden in hun pogingen om haar woning binnen te dringen. Voor Maria en haar kinderen is het een bekende way of life, waarbij ze constant alert moeten blijven om hun bezittingen te beschermen. Helaas is dit een keerzijde van het leven in de media en het bekend zijn in de publieke sfeer. Ondanks de tegenslagen blijft Maria positief en scherp. Ze gelooft dat zij en haar kinderen een beschermengel hebben die hen helpt om met deze uitdagingen om te gaan. Voor Maria is het belangrijk om tijdens haar vakanties alle waardevolle spullen goed te beveiligen, zodat ze in alle rust van haar reis kan genieten.